Beste kijkers, dit is weer de derde aflevering van Kijk dus Oostwijk. We hebben gehad de Heuzense baan, we hebben gehad de Oorschotse baan. En nu gaan we naar de Tilburgse weg. Nou, dat was een hele tippel zo naar het beginpunt van onze aflevering de Tilburgse weg. En nu denkt u tegelijkertijd, die kapitein is van zijn pad gevallen, want hij staat hier bij de Oosterwijkse baan. En toch is dat niet helemaal waar, want dit is de oudste weg naar Oostwijk. Vanuit de heuvel van Tilburg ging deze weg richting Oosterwijk en dan naar 's-Hertogenbosch. Dit was de oude heerbaan, de bossenbaan, oftewel lage baan. Dat speelde al in de 15e eeuw en nog veel later ook. Lage baan, iets meer naar het noorden toe ligt de hoge baan, de Hoogstraat. Maar deze baan is van oudsher de Tilburger naar Oostwijk toe gaan en misschien wel verder naar Den Bosch toe, dat weten we niet. Dus hier starten we ons punt ook. We gaan van dit punt, Oostwijkse baan, naar de Beukendreef toe. Van de Beukendreef gaan we dus uiteindelijk wel naar de echte Tilburgse weg. Nou, langs zo'n voormalige zandweg staan heel veel plantjes, zoals hier smalle weegbree, herderstasje, schapenzuring, kamille. En dat kan allemaal groeien, want dat was van vroeger van die akkergezelschappen. En hier staat dan een hele bijzondere, en dat is de kromhals. Dat is echt een plant die hoort thuis bij het zandlandschap en dan daar weer de akkerplanten die daar weer thuis horen. En hij is zeldzaam geworden omdat we dus de zandwegen kwijt aan het raken zijn en ook de akkers zijn weg. En waarom dat die kromhals heet, dat is ook heel mooi, omdat als je hem pakt, het bloempje, dan heeft hij een hele kromme hals. Moet je kijken hoe krom die hals is. Toch leuk dat hij hier nog staat. Ik was al op weg naar de Beukendreef en toen bedacht ik in één keer dat ik nog iets heel belangrijks vergeten was. Namelijk de Streepstraat. Waarom is die Streepstraat nou zo belangrijk? Die Streepstraat is belangrijk omdat het vermoedelijk de grens is geweest tussen Oost- en West-Tilburg. Nou, Oost-Tilburg is het Oosterwijk geworden en West-Tilburg is het latere Tilburg geworden. Maar deze Streepstraat was dus de grens tussen die twee, Oosterwijk en Tilburg. Dat de Oosterwijkse baan en voorheen dan, zoals je genoemd was, de lage baan belangrijk is in het landschap, kun je nu nog steeds zien. Ook het oude cultuurlandschap kun je een beetje zien. Na de Voorse stroom toe, de lage dan graslanden, liggen daar nog een klein beetje. En vanaf zeg maar de weg, de lage baan, naar het hogere gedeelte toe, lagen de bolle akkers, oftewel de akkers. En dan gaan we nu even kijken. Nou, hier zie je een beetje nog zo'n bolle akker, dat is een heel klein beetje nog te zien. En die bolle akkers, dat waren dus, die ontstonden feitelijk doordat die boeren vroeger een vierkant blokje akker hadden. Daar werd op geploegd, maar de ploeg ging in een spiraalvorm toe, dus naar binnen toe. En men ploegde ook het land naar binnen toe. Daarna gooide men ook nog het mest erop en daar zat ook nog altijd wat zand bij. Maar dat werkte men ook in een spiraalvorm. Kortom, het middelste punt werd het hoogste en vandaar ook die kreet de bolle akker. Nou, hier kun je een klein beetje zien. Ik heb de plattegrond maar neergelegd op de Oosterwijkse baan, om eens te laten zien waar we zijn. Hier is de Oosterwijkse baan, hier is de Beukendreef. Nou, vroeger was dit plekje de scheiding tussen het dorp Oosterwijk en het dorp Enschot. Nou, die Oosterwijkse baan ligt aan deze zijde, dat is heel mooi te zien. En nu is er nog landerijen, maar nu hoort bij geheel van Oosterwijk. Hier tussen Beukendreef 57 en Beukendreef 55 was vroeger een heel spannend iets. De Beukendreef is nu een mooie laan, toen heette hij een lage baan, nu is het een mooie Beukendreef. Maar hier ongeveer, op dit plekje, daar moet de toegangspad geweest zijn van kasteel Durendaal. Vanuit dus Tilburg gezien naar Durendaal toe, over de stroom via een houten brug. En dat heeft ongeveer tot de Tweede Wereldoorlog gelegen. En hiernaast, op nummer 55, hier ongeveer moet ergens goed ten einde hebben gestaan. Een landgoed beschreven vanaf 1470 tot 1800. En dat was dus het laatste goed, het laatste boerderij van Oosterwijk. En hier verder lag helemaal niets. Eindelijk beginnen we dan bij de Tilburgse weg. Althans, de Tilburgse weg ligt aan de overkant van waar ik nu sta. Ik sta hier in een grasland waar je nog kunt zien een oud profiel van de weg van de Tilburgse weg. Maar de Tilburgse weg heette destijds geen Tilburgse weg, maar Hoogstraat. Dus net als de Hoogstraat zelf die er nu ligt, de Pastoor van Beugenstraat en de Tilburgse weg was dit één vlak Hoogstraat. Die Hoogstraat liep richting centrum,
Nou, dat kunt u daar zien. In de verte zie je de Tilburgseweg dan nu alweer. En hoe heette die nou Hoogstraat? Die heette Hoogstraat omdat die verder weg lag van de Voorste Stroom. En de Lage Baan, oftewel de Oosterwijkse Baan, ligt dichter bij de Voorste Stroom. Vandaar die twee namen. De huidige Tilburgseweg, of voorheen de Hoogstraat, is een weg waar heel veel gebouwd is in een aantal jaren tijd. Van ongeveer 1870 af tot ongeveer 1945 zijn er allerlei stijlen gebouwd. De stijl uit de jaren 30 of uit de jaren 20. Kortom, u kunt er een variatie zien aan bouwstijlen. In 1950 is plotseling de Prinsessenwijk ontstaan. Die ontstond achter de Tilburgseweg, waar voorheen akkerland was. En die Prinsessenwijk is daar gebouwd vanaf 1950. Men noemde dat in Oosterwijk ook wel de Konijnenberg. En tegenwoordig heet het nog steeds de Konijnenberg. En de verklaring daarvoor is, dan laat ik u een beetje kiezen. Het kan zijn dat het genoemd is naar aanleiding van dat de vele konijnen die op die voormalige akkers zaten, dat daarom de wijk Konijnenberg heet. Of er waren heel veel jonge gezinnen die daar zijn gaan wonen en die kregen heel veel kinderen. De keuze is aan u. In de jaren 70 zijn er een aantal duplexwoningen gezet op die Tilburgseweg. 101, 101A, 103A, 103. Daar kunt u het al aan zien dat het allemaal verschillende huisnummers zijn. De voorkant had een huisdeur en hier aan de binnenzijde van het poortje zat ook een huisdeur. Dat waren duplexwoningen, die werden dus twee. Een woning eigenlijk in één. Nadat in 1950 begonnen was de Konijnenberg langzaam vol te bouwen, begon men aan de Tilburgseweg ook in 1959 een twaalftal woningen te bouwen. Dat kun je mooi zien in de Prinses Margrietstraat aan de gedenksteen. Hier achter mij heeft vanaf 1917 aan de Tilburgseweg de stoommelkfabriek Sint Lucia gestaan. In 1949 is deze melkinrichting overgegaan naar CTM, de coöperatieve Tilburgse melkinrichting. En wat nog rest is de directeurswoning. Die staat hier nog mooi in beeld. Waarom heeft men Sint Lucia destijds gekozen? Nou, dat was een heilige die men hier vereerde. Die had heel veel wonderen gedaan in Oosterwijk. En vandaar dat ze dus de Sint Lucia stoommelkfabriek hebben gekozen. Er is een mooi versje van. Sint Lucia, die vieren wij, maar Sint Margriet, die vieren wij niet. Prachtig versje, maar wat betekent, ik weet het niet hoor. Ik sta nu op het eindpunt van de Beukendreef. Maar de Beukendreef was voorheen de Lage Baan. De bekende Heerbaan, oftewel de baan aan de Bos toe, zoals we in het begin bij het viaduct hebben verteld. Die liep hier helemaal door en sloot zo aan op nu, wat nu de Tilburgseweg is, toen de Hoogstraat was. En samen gingen die twee wegen naar de Bos toe. Hier lag een oud kerkenpad en dit oude kerkenpad liep door in het torenpad richting de kerk. Maar daartussenin heeft het nog even, toen de huizen gebouwd werden, het Hertog Hendriklaan geheten. Maar die Hertog Hendriklaan is verhuisd naar de andere kant van Oosterwijk, omdat daar alle hertogen bij elkaar kwamen. Ze hebben daarna de straatnaam gegeven Monsieur Verhoevenlaan. En dat is een bijzonder verhaal, want Monsieur Verhoeven was een missiebisschop. En die heeft in leven een straatnaam gekregen, want dat mag eigenlijk niet in Nederland. Je kunt mensen pas een straatnaam geven als ze overleden zijn. Monsieur Verhoeven heeft in 1960 die straatnaam gekregen en in 1980 overleed hij pas. Op de splitsing van de Tilburgseweg richting het centrum, aan de ene kant de Tilburgseweg en aan de andere kant Monsieur Verhoevenlaan, staat al heel lang een café. Voorheen, voor 1928, heette het café De Hert. Dat had natuurlijk te maken met al die landerijen hier achterlagen en het wild wat daar was. En vanaf 1928 heette het café De Knuisboom. Dat heeft te maken met een Oosterwijks woord, knotwillig. Dat kan dus zijn van knotboom of knotwillig of ook van geknotte lindenbomen. En onder het genot van een heerlijk pilsje wat er net aankomt, dankjewel. Dankjewel. Sluit ik deze aflevering af en zie ik u weer een volgende keer graag bij Kijk, dit is Oosterwijk.